Loopmeditatie. Meditatie hoef je niet altijd te beoefenen zittend of liggend. Dat kun je ook in beweging doen. Als je meer ervaring op gaat doen met meditatie, dan zul je merken dat alles een meditatie wordt. Het gaat erom dat je de aandacht brengt bij wat je aan het doen bent. En je lichaam is hierin een instrument. Tijdens het lopen kun je heel bewust de aandacht naar je lichaam brengen. Naar de ademhaling. En naar je zintuigen. Alles wat je opmerkt en ervaart. Ik neem je hier nu in mee. Je kunt beginnen met het voelen. Het gewaar worden van je lichaam tijdens het lopen. Meestal lopen we onbewust onderweg naar een doel van A naar B. Dan zijn we met de aandacht vaak bij gedachten in ons hoofd. En we zijn niet opmerkzaam, oplettend. We zijn niet werkelijk aanwezig in het moment en bij wat we zien om ons heen. We zijn meer onderweg. Kijk eens als je nu zo loopt. Of je bewust kunt worden van je lichaam en van het bewegen van je lichaam. De stappen die je zet. Kun je de voeten voelen tijdens het lopen? Hoe je been in beweging komt, gaat helemaal automatisch. Zodra je een intentie maakt, volgt je lichaam direct. Je benen bewegen. Je rolt de voeten af op de grond. En als je iets vertraagt, dan kun je dat heel bewust voelen. De hiel. De bal van de voet, het afrollen van de voeten tijdens het lopen. Kijk eens, kun je zo tijdens het lopen je bewust worden van de houding van je lichaam? Loop je bijvoorbeeld rechtop of loop je wat in elkaar gedoken? Hoe is je houding? Het lichaam drukt alles uit, ook je innerlijke houding, hoe je je voelt. Sta je rechtop, dan voel je je krachtiger. Loop je rechtop, dan ben je krachtiger. Je bent aanwezig, je kunt meer waarnemen. Of loop je met je hoofd gebogen, de schouders omlaag. Het heeft onmiddellijk invloed op hoe je je voelt, je lichaamshouding. Dus wees je gewaar van hoe je loopt. De houding van je lichaam. Ik wil je nu uitnodigen om tijdens het lopen je bewust te worden van de ademhaling. De ademhaling is ook iets zo vanzelfsprekends dat we niet vaak met onze aandacht bij zijn. Je kunt tijdens het lopen je bewust worden van de adem en hoe de adem beweegt. Of de adem ontspannen is of gejaagd. Maakt ook verschil of je ontspannen loopt of gejaagd loopt. Ben je nog gehaast? Een hogere ademhaling zorgt voor meer gedachten in je hoofd. Dus je kunt nu tijdens het lopen er bewust voor kiezen om de adem eens iets dieper te brengen richting je buik. Zoals we ook hebben geoefend bij de krachtademhaling. Misschien lukt het je om
de adem uit te nodigen, te verdiepen. Iets meer in te ademen. Een dieper deel van de longen ook in beweging te brengen. En daarmee ook het middenrif. En misschien lukt het je ook om de adem naar de buik te brengen. Tijdens het wandelen, de inademing. De buik komt iets naar voren en de uitademing. De buik daalt weer. Wees je zo bewust van de ademhaling. Ook de luchtstroom via de neus. Je neusvleugels. De temperatuur van de lucht, de buitenlucht. Wees je bewust van wat je opmerkt aan de ademhaling. En dat elke ademhaling steeds weer anders is, steeds weer nieuw. En met de ademhaling voed je lichaam met vitaliteit. Je geeft je lichaam letterlijk energie, ook door nu te wandelen. Nu mag je bewust worden van je zintuigen. Je zintuigen helpen je om met je aandacht heel hier te zijn, aanwezig te zijn. Begin maar met het voelen van de temperatuur, de lucht. Temperatuur van de lucht, contact met je huid, misschien op je gezicht en misschien op je handen. Kun je de temperatuur voelen, misschien is er ook wind om je hoofd, om je handen. Neem waar. Dan wil ik je uitnodigen om heel bewust in te ademen en de geur te ruiken van de lucht, de omgeving waar je nu bent. Als je zo inademt, kun je de luchtstroom voelen via de neus. Wat ruik je nu? Neem waar. Misschien kun je het niet benoemen. Dat is oké. Misschien ruik je een geur. Je kunt benoemen, misschien ook niet. Misschien zijn er meerdere geuren. Breng je aandacht naar het ruiken. Laat je aandacht weer los van het ruiken. En het voelen. En nu breng je aandacht naar geluiden, naar het horen. Tijdens het wandelen, welke geluiden hoor je? In de verte. Zonder dat je geluiden hoeft te benoemen, kun je geluiden ontvangen door je aandacht erop te richten. Je hoeft niet heel erg je best te doen, die geluiden komen vanzelf binnen in je aandacht. Je kunt zien dat het denken onmiddellijk de neiging heeft om een geluid te benoemen. Denken wil alles benoemen. Je kunt je ook richten op de melodie. De toon, het volume van een geluid op de achtergrond. Word je bewust van de geluiden in de verte, maar ook geluiden dichterbij, tijdens het wandelen. Luisteren naar het ritme of de melodie. Het volume, zonder dat je hoeft te weten waar het vandaan komt of wat het is.
Dat kun je laten. Je kunt zien dat geluiden komen en gaan. Dat is heel vergelijkbaar met gedachten die komen en gaan. Je kunt zien dat jij geluiden kunt waarnemen en dat ze verschijnen en weer verdwijnen. Het allemaal tijdelijk is. Misschien is er veel geluid om je heen, misschien is er weinig. Ben je in de natuur? Breng nu maar je aandacht naar het geluid van je eigen ademhaling. Kun je je eigen ademhaling horen tijdens het lopen? In- en uitademing. Luchtstroom via de neus, je keel en je borst en weer terug. Zo is je aandacht nu heel dichtbij. Dicht bij jezelf, bij je lichaam. Misschien zijn er nog geluiden waar te nemen tijdens het wandelen van je lichaam. De stappen. De voeten op de grond. De armen die bewegen. Voel nu je gezicht en kijk eens hoe is je gezicht tijdens het wandelen. Hoe loop je hier? Hoe is het bij je voorhoofd? Ben je ontspannen in je gezicht? In je kaken, zijn die losjes? De tong in je mond, ontspannen. Je kunt ook nog de smaak proeven in je mond. Misschien heb je nog gegeten, misschien niet. Zintuig proeven. Proef maar welke smaak. Is er een smaak die je kunt ontdekken? Benoemen, misschien ook niet. Naast je tastzin, je reuk, je geur, het proeven hebben we nog een zintuig en dat is het voelen. Hoe voel je in jezelf op dit moment? Is er ontspanning of ben je onrustig? Neem het waar, je kunt het voor jezelf benoemen, je hoeft er niets aan te veranderen. Je merkt het op, hoe voel ik me eigenlijk op dit moment? Misschien geeft het wandelen je iets meer energie, misschien ook niet. Misschien is er ongemak. Adem zo nog een paar keer bewust in en uit. Contact met het voelen in je lichaam. En tenslotte wil ik je vragen om tijdens het wandelen eens om je heen te kijken. Wat merk je allemaal op? Als we in gedachten zijn verzonken, dan zien we vaak weinig van onze omgeving. Wat zie je allemaal om je heen? Ben je in de natuur of zie je gebouwen om je heen? Je kijkt nieuwsgierig met een open blik, alsof je hier voor het eerst bent. Wat merk je allemaal op? Je kunt je richten op de kleuren, vormen. Opnieuw, zonder dat je het allemaal hoeft te benoemen. Denk maar aan een kind dat een nieuwe omgeving ontdekt. Nieuwsgierig kijkt, wat valt hier allemaal te zien en te ontdekken om je heen? Het
Zo loop je met aandacht, opmerkzaam, nieuwsgierig. Contact met je lichaam, aanwezig. Contact met de adem. Ontspannen. Elke ademhaling geeft jezelf ruimte. In contact met alle zintuigen. Zo breng je aandacht tijdens het wandelen bij jezelf. Dan ben je opmerkzaam en aanwezig. Je hebt ten alle tijde de mogelijkheid om je lichaam te ontspannen, je gedachten waar te nemen en alles waar te nemen wat tijdelijk is. Zo ontstaat er steeds meer ruimte in jezelf. Neem je een paar keer per week de tijd voor. Wandelen geeft je gezondheid, vitaliteit en energie. En als je bewegelijk bent van aard, is het een makkelijkere meditatie dan het zitten in aandacht. Elk moment heb jij de gelegenheid om je aandacht te brengen naar dit moment, om bewust te zijn, bewust te ervaren. Elk moment kun je je aandacht naar de adem brengen, naar opmerkzaam zijn, nieuwsgierig kijken. Neem je de tijd voor zolang je nodig hebt. Je kunt zien dat je elk moment weer anders bent. Dat je de wandeling elk moment weer anders ervaart. Dat elk moment weer andere gedachten opkomen. Dat jij niet je gedachten bent. Niet je gevoelens. En niet je fysieke sensaties. Geniet van je wandeling.